Het schoolzwemmen was ons voornaamste punt. Nou, we hebben wel vertrouwen in dat het college er serieus naar gaat kijken. Want het is, als ik het goed begrijp, wel duidelijk dat zij ook vinden en ook de hele raad dat iedereen moet kunnen zwemmen. Dus we zijn erg benieuwd welk voorstel ze straks mee komen. Maar we hebben daar op zich wel goede hoop in. Dat de doelstelling eigenlijk ook, als ik het zo hoor, collegebreed is en ook raadsbreed lijkt te zijn, dat iedereen straks moet kunnen zwemmen. Youth for Christ, om dat maar even recht te zetten. Wij wisten eigenlijk niet dat ze konden panna voetballen. Dus in die zin hadden we het vermoeden dat ze met andere intenties de wijk inging. Ons maakt het niet zoveel uit wie je met ze gaat voetballen. Of dat nou de jongens van Opella zijn of Youth for Christ of iemand anders van andere signatuur. Als ze fijn gaan voetballen, vinden wij het allemaal goed. Dus in die zin mag dat blijven bestaan. De ledlampen zijn we ook niet tegen. Het niet vervangen van de armaturen, die gedachte baart ons wel een beetje zorgen. Maar van ons mogen er allemaal ledlampen in. Alleen waarschijnlijk zal dat in eerste instantie wel meer geld gaan kosten. Dus we zijn wel benieuwd hoe jullie dat in de huidige plannen gaan invoeren. De gewichtenleerlingen van gemeentebelangen, waar zeg maar op 165.000 euro uitstaat om bezuinigd te worden, dat baart ons wel een beetje zorgen. We vragen jullie als college om dat wel echt goed te bewaken. Ik begrijp, als het straks met minder geld hetzelfde resultaat bereikt kan worden, dan zijn wij daar ook niet op tegen. Maar het is wel belangrijk om dat toch goed te bewaken. Dus daar zouden we ook wel graag een voortgang van willen zien of dat dan ook daadwerkelijk gebeurt. De kinderboerderij is voor ons glashelder. Daar hoeft gewoon niet in onze optiek op bezuinigd te worden. Ons voorstel zou zijn om die 25.000 euro uit de algemene reserve te halen van 6 miljoen euro. Valt ook niet zo op als je daaruit komt. Dus dat komt misschien ook een hoop regelwerk en gedoe. Haal hem gewoon uit die algemene reserve. En voor de rest ziet het er wel goed uit. We hebben er wel vertrouwen in. We zijn erg benieuwd waar jullie mee gaan komen. Bij voorbaat dank. Dank u wel.